Het zal niemand ontgaan zijn dat het spannende tijden zijn tegenwoordig. We hebben te maken met een kabinet wat niet alleen bezuinigt op kunst en cultuur, maar zelfs in het regeerakkoord heeft opgenomen dat het voltallige MCO moet verdwijnen. Maar dat kan nog niet. 60 jaar ervaring, honderden jaren cultureel erfgoed, orkesten, een koor, een muziekbibliotheek en een educatieafdeling wat zich al jaren keihard inzet om dat alles aan de volgende generatie te geven. Namelijk onze kinderen. Jullie. Want om jullie, niet alleen om ons, maar ook om jullie. Jullie moeten van muziek, van kunst, cultuur kunnen genieten. Je moet ervan leren. Je kan er naar elkaar toe groeien. Je kan je eigen identiteit ontwikkelen met muziek. En dat is niet alleen voor mensen belangrijk, maar ook voor een land. Kunst en cultuur geeft je land identiteit. En wat ben je voor land als je dat weggooit op zo'n manier? Dan ben je een stukje onvruchtbare grond rechts van de Noordzee. Niet meer en niet meer. Educatie van het MCO. 60, wat ik al zei, al jaren in. Met allerlei projecten. Voornamelijk achter gesloten deuren. Namelijk op scholen. Bij schoolconcerten. Normaal gesproken zijn we niet openbaar. En om te laten zien wat er allemaal gebeurt. Doorgaans bij het MCO, bij educatie. Zijn we vandaag samengekomen. Met honderden kinderen. Maar honderden mensen. Hebben we op de bank keihard gerepeteerd om de Bolero van Ravel uit te voeren. Een erg lastig stuk en dat doen wij gewoon zomaar eventjes in een ochtend. We kunnen wel heel boos gaan doen, we kunnen heel zagrijnig worden op alle plannen, maar dat gaan we niet doen. Wij gaan gewoon de Bolero spelen. Nog steeds genieten van muziek zoals het bedoeld is. Misschien is het de laatste keer. Ik weet het niet, ik hoop het niet. Maar dit kunnen ze ons niet meer afnemen. Dames en heren.